niet dan? Nu voel ik me heel raar dat jij dat ik alleen. Maar, nee, ik vind het wel heel mooi natuurlijk. Maar ik heb niet dat ik. Ik heb niet dat ik moest huilen. Maar nou, dat is voor mannen misschien ook anders dan vrouwen, weet je wel? Ik dacht, we hebben even een momentje, maar nee. Nou ja, het gaat heel goed. Ik zit met onderneemster Nalita Musse, social entrepreneur op weg naar Parijs. En we gaan daar gewoon chillen. Ik zei, ik wil iets vets gaan doen, wat wil jij doen? En ze zei, ik wil naar Parijs. Yay. Dus we gaan, we zitten in mijn auto, het is ongeveer 4,5 uur rijden. En dan gaan we daar wat vette dingen doen. We zijn in Frankrijk, nee, nog niet in Frankrijk, we zijn net voor de grens. En ik ga even snel wat spullen kopen. En die meneer zit gewoon even met zijn konijntje hier. Nee. Dat is echt bizar, dat zou je in Nederland gewoon niet zien. Dus dat is wel grappig dat je dat verschil gewoon ziet. Je zit net nog niet eens in Frankrijk en je komt al bij het tankstation een zwerver tegen die daar met zijn konijn zit. Wat zei je? We zijn gewoon gegaan. Ja, dat is het, hè? Dat is wel cool, we zijn wel gewoon gegaan. Dat is een mooi kant. Ja. Dat is gewoon ondernemersles, weet je? Bij tegenslag. Gewoon alsnog gaan, gewoon blijven pushen. Als iemand nee zegt, gewoon ja. Ik adviseer bedrijven over duurzaamheid en over hoe ze meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen pakken. Dus ik vind het gewoon heel leuk om zelf creatief te zijn en mijn eigen baas te zijn. En zelf te bepalen waar, hoe laat je werkt, je eigen leven vorm te geven. Dat vind ik echt heel belangrijk. Word je opeens expert in duurzaamheid, weet je? Dat vraag ik me altijd af. Ik heb dus wel heel even voor iemand gewerkt, gaat best een tunnelje in. Ja. Stage ergens gelopen en daar gewoon bij MVO Nederland. En daar gewoon een netwerk opgebouwd. En toen op een gegeven moment de eerste klant daar een goede opdracht voor gedaan. Dat was trouwens Aliander. En toen is het eigenlijk mond op mond, via via, is dat uitgebouwd. Ja. Yay! Je kan hem weer voelen. Yay! Vet, hè? Waarom is het zoveel leuker als je zelf met de auto aankomt rijden? Ja, weet je, dat is toch wel vet, hè? Ja, maar dat is heel apart, omdat je dan één keer... Ja, midden in Parijs bent. Ja, dat is gewoon gek. Gruwelijk, Paris. I remember being young, loving everything. My creativity roamed, I felt I was a king. And if you knew me back then, you'd see that nothing changed. Cause I'm still out here, owning this fucking game. I love the feeling, something money can't compare. Yes, het is zondagochtend in Parijs. De zon schijnt, we gaan zo'n beetje stad in. Heb je zin in, Talita? Yay. Alright. Ik heb veel zin. En dan wil ik even echt Frans gaan ontbijten zo meteen. Something money can't compare with. Put your hands up, this feeling something we can share with. Fuck society, judgment and all the rules. Cause I'm coming out shooting like I ball at school. Middle finger to the bullshit. Talita, waar heb je zin in? Ontbijt. Waar heb je zin in? Alles, gewoon eieren, pannenkoeken, spek, tafels, gewoon echt. Oké, ik ga zorgen dat je dit allemaal krijgt. Alles, yes. Prima. Zonnetje schijnt gewoon in Parijs vandaag, vet man. Hey, wat is jouw doel nou voor de toekomst? Wat wil je binnen 10 jaar doen? Ik wil een boek hebben geschreven. 2 boeken. Eentje over liefdesleven, over de man. Okay. De essentie van de man. Interessant. Ik denk dat ik dat heel goed heb begrepen. Ervaringsdeskundige. Ik denk dat mensen hier echt op zitten te wachten. En tweede, gewoon een boek over leiderschap. Maar wat is de essentie van de man dan? De essentie van de man is dat hij een vrouw nodig heeft om een volledig man te kunnen zijn. Ja. Wat vind je? Ja. Nee, niet. Zelf... Ik ben het er niet mee eens. Zo, en daar is het. Paul. En dat is echt top. Daar kan je zo lekker gewoon koffie drinken. De broodjes zijn top. Het is gewoon geweldig. En ik ga daar een chicken sandwich nemen. Maar ik ga jou laten zien wat je kan nemen. En we lopen nu gewoon midden op de weg. Dus ik moet snel weg. Kijk, dit is het. En dan je mag naar binnen en mag je kijken wat je ervan vindt. Ik tracteer, neem wat je wil. Kijk dan hoe goed dit eruit ziet. Dat tegen mij zeggen.
tegen mij zegt. Ja, ja, neem wat je wilt. Dan ontstaat er een monster. Het is allemaal gewoon super vers dit, hè. Dit vind ik gewoon zo mooi aan Parijs, dit. Paul. Lekker, die sandwiches zijn ook echt top. Toen de sabre. En de pain au chocolat. Zo, het gaat los. Nice. Oké. Okay. Bon. We pakken de kemel Franse. Ik moet je nu eten. Yo, mevrouw. Ziet er goed uit. Lekker. Nou, take a bite. Lekker? Lekker, hè, dat brood in Frankrijk. Dit is echt mijn favoriete sandwich die hier heb. Met kip. Hoe heb je deze tent ontdekt? Ja, het zit overal in. Het zit eigenlijk overal in Frankrijk. Of in Parijs in ieder geval. En ik kom natuurlijk al best wel lang in Parijs en ik ging eigenlijk altijd hier eten, 's middags ook. En die broodjes, dit met mosterd, is gewoon echt super lekker. Maar gewoon ook die stokbroodjes, dit met chocolade, dat is gewoon, nou, dat is echt top. Moeten we niet gewoon iets fixen waardoor we kunnen werken in Parijs? Ja, als iemand een tip heeft, zet het om in de comments. We willen graag in Parijs werken. We were staying in Paris. To get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Yes, en wat ik nu wil doen, is gewoon langs de Seine richting het Louvre lopen. I'm wasting for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. En heb je een mooi boek gevonden? Go down, then we go down together. Waar is degene die dit verkoopt? Dat is ook die mensen die dit verkopen voor mij gewoon. Ja, dus je kan dit, dat is ook echt, echt heel bizar. Je kan dit gewoon niet kopen. Nee, of je kan het gewoon meenemen. En gewoon een geld. Ja, er is gewoon helemaal niemand hier nu. Wat is dit voor persoonlijke aandacht? Het is de allereerste Michelin gids. En dit boekje is gewoon, dat zou je niet verwachten, maar 800 euro. Wat heb je gekocht? Ik heb zo mooi! Van Victor Hugo, de Miserable. Super mooi. In het Frans? 1945. Het boekje is uit 1945, hè? In het Frans. Wauw. Tekent. Hallo, très bien, monsieur. Mooi, mooi, mooi. Oké, Talita. Are you ready for the best crepes in Paris? Ja, waar? Die heb je hier zo meteen bij het park, heb je een tentje. Echt super mooi uitzicht en daar heb je de beste crepes van Parijs. Dus nadat we hier gewoon zo gelegen hebben, net als deze baas, in de zon, gaan we nu naar de beste crepe tent van Parijs. Alright, let's go. Hunter. Hi. Hi. You're a singer? No. You're from Paris? I'm a liar. Yours? Liar. Ah, nice. En, lekker? Ja? Wel lekker. Niet de beste crepe van Parijs. Nee, oké, okay, maar de locatie is top, hè? Ja. Kijk even naar het uitzicht. Ja, het is gewoon alsof je, het is allemaal zo mooi hier, dat je echt in een roes zit. En ik heb ook precies hetzelfde met mijn werk. Dat je gewoon als maar doorgaat en maak je super vette dingen mee. Of nou weet ik veel, handschudden van de koning is, of pitchen voor een zaal met 1000 man, of... Een paar weken geleden nog in de cockpit van een vliegtuig gezeten. Gaan we echt voornemen om vaker dingen gewoon vast te leggen. Van momenten en vaker stil te staan bij van, oh weet je, dit is wel echt weer gewoon een milestone qua werk. Mooie gesprekken met mensen en er echt dan bewust bij stilstaan. En niet alleen maar in die roes zitten. Oké, Talita, laatste avondmaal. Laatste avondmaal. We gaan nu naar dat restaurantje, de beste Italiaan in Parijs. Moet ik even eigenlijk vertellen welke straat het nou is. En kan jij dat heel mooi uitspreken in het Frans? Want hier staat het, hierboven. La Salanterie des Arts. En dit is het restaurant. En de naam van het restaurant is...
Sigurante Lizalotto. De takeover van de camera van Floris. Ja, doe maar. 24 kijk, uur ben ik door deze camera gespied in Parijs. En we gaan nu even lekker een hapje eten. En Floris, je bent echt lekker bezig. Lekker ding. Goeie vlog dit. Oké, okay, Talita. Ziet er goed uit. Allemaal. Nou, je mag even proeven hoor. We willen zien wat je ervan vindt. En kijk, het mooie is, er zitten allemaal groenten. Kijk, zie je? Het is dus echt helemaal... Als je het zo eruit haalt, is het lekker. Ja? Oké, nou. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga ook even lekker eten. Heerlijk. Maar dit is het leven, toch? Nee, laat ik het zo zeggen. Ondanks alle soms drama in je eigen leven of ellende in de wereld, dat er zo'n mooie plek bestaat als Parijs, die gewoon onveranderd is. Zoveel schoonheid. Dat, daar doen we het voor. Yo, en dat was dan mijn tripje in 24 uur Parijs met Talita. Ik ga de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En dat jullie volgende week weer kijken. Elke zondag een nieuwe vlog op mijn kanaal. Feel good and enjoy life. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.